En in de tweede klasse van het voetbal heeft Antwerp gisteravond 3-3 gelijk gespeeld op het veld van Brussels. Het ging om een inhaalwedstrijd. Voor Antwerp is het al het 10e gelijkspel van dit seizoen. Antwerp staat nu gedeeld 9e. Antwerp begint vrij aardig aan de partij op een glad en moeilijk bespeelbaar veld. Tisha gaat in het gaatje, doelman Werner het eerst nog, maar Kevin Baart is goed gevolgd en het staat 0-1 voor Antwerp. Ondanks de Siberische koude, een vol Antwerp supportersvak, zij vieren feest. Antwerp zakt na die voorsprong terug en Brussels creëert kansen. Kabeke mist. De ruststand is 0-1. Na rust neemt de druk van Brussels toe, van Trier keept tot dan toe echter een betrouwbare match. Antwerp knokt voor elke bal en ziet dat vroeg in de tweede helft beloond. Tisha met een heerlijke krul, het staat 0-2. Brussels gaat dan alles of niet spelen. Lutula haalt verwoestend uit. Van Trier is geklopt. 1-2. Antwerp nu echt onder druk. Van Trier wordt gehinderd en kan niet bij een hoge bal. Quentin Dirieu wel in geen tijd, staat plots 2-2. Rood-wit helemaal in paniek door die ommekeer en het wordt nog erger. De Hua scoort het derde Brusselse doelpunt in 10 minuten tijd en zorgt voor 3-2. Maar Antwerp toont mentale sterkte. Oris ligt goed klaar voor Tisha. Die schuift zowaar de 3-3 binnen. Een zoveelste keerpunt in de wedstrijd. De Great Old krijgt nog één kansje. Invaller Jelicic tikt naast. Het blijft 3-3. Een eindstand waar Antwerp weinig mee opschiet. The result was 2-0 for us and I can't imagine how it's possible we get 3 goals. But this is life. Je moet eerst leren niet te verliezen before you can begin to winnen. And that's what we're preparing to do, the fundament, that the jongens, preparing that to do. And Adrian forgets that Brussels is going Janneke en Mieke ook niet.